Suriname Staatsolie is in gesprek met oliegiganten ExxonMobil en Total Energies om gezamenlijk natuurlijke gasvelden te ontwikkelen die zich bevinden op de maritieme grenzen van Suriname en Guyana. Zo meldde de directeur van Staatsolie, Ananja Gisser, tegenover de redactie van Reuters. Deze gesprekken maken deel uit van Surinames inspanningen om buitenlandse investeringen in haar energieproductie te vergroten, hoewel de eerste grote olieproductie pas over ongeveer 4 jaar wordt verwacht. Exxon's consortium in Guyana, waar op korte termijn olie wordt geproduceerd, voert ook gesprekken met de Guyanese regering om nog niet ontgonnen gasvelden te ontwikkelen voor binnenlandse en exportdoeleinden in een poging om een tweede inkomstenstroom te genereren. Verschillen in belastingen en andere fiscale voorwaarden tussen de twee landen zijn echter ook uitdagingen die moeten worden aangepakt voordat er gezamenlijke gasontwikkeling kan plaatsvinden.